Dit is uit. Maar wat dit kan doen, dat een isolator niet kan doen, is van een kleine knopje van buitenaf kunnen we dit laten gebeuren. Nu weet u wat gaat gebeuren als ik de spanning opzet. Aan. Hoe zorgen 3 miljard enen en nullen ervoor dat jij kunt bellen? De Universiteit van Nederland presenteert kwantumfysicus professor Dr. Mark Golden. Gadgets. Wij hebben allemaal veel gadgets. Kwantummechanica zit in al die gadgets. Als je dit uit je broekzak op je handtas pak en hij doet iets, zoals wat straks gaat gebeuren, is kwantummechanica die dat voor elkaar krijgt. Kwantummechanica zorgt ervoor dat je mobieltje afgaat. Dat je kan sms'en en tweeten, een mailtje sturen. Of gewoon moet je moeder praten aan de telefoon. Dat weten we eigenlijk meestal niet. Wij denken kwantummechanica is in de wereld van de allerkleine atomen. Gebeurt alleen bij CERN, alleen door geleerden. Nee hoor. Kwantummechanica zorgt dat onze computers draaien. En in dit college wil ik jullie eigenlijk aan de reis nemen van de atoom naar de kwantummaterialen die de motor zijn van onze industriële of onze nu informationele revolutie. Waar we nu middenin zitten. Dat is waar ik naartoe wil in de komende 10 minuten. Zo, iedereen heeft kwantummechanica op zak. Dat is de hypothese die ik nu wil verdedigen. Om dat te kunnen starten moeten we eerst inzoomen. Inzoomen naar de bouwstenen die in zo'n mobiel telefoon of een computer zitten. En dat zijn de atomen. Hoe ziet een atoom nu uit als je ver genoeg zou inzoomen? Je hebt een kern, volgepropt met positieve lading. En je hebt banen. Bepaalde banen met bepaalde maten en energieën, waar die elektronen, die zijn de negatief geladen deeltjes. Dit verhaal gaat natuurlijk richting elektronica. Het is niet moeilijk om te beseffen welke deel van de atoom dat allemaal doet. Dat zijn die elektronen. Zo, we hebben een positieve kern en negatief elektronen. Nou, als ik dit model, die een soort 3D-model is, eigenlijk plat maak, dat doe ik hier op deze bord. Onderin is de kern in rood. Dan hebben wij 3 banen getekend. Volgens de regels van de kwantummechanica, alleen op die banen mogen de elektronen plaatsnemen. Hier heb ik een elektron. Ik probeer dit plaats te geven tussen de banen. Valt het van de atoom af. Als ik het wel een plek geef op een baan, dan blijft het zitten. Dit mag van de regels van de kwantummechanica. Als ik nog een elektron bij wil doen, is er ook plek voor een tweede in dit baan. De een moet wel zijn spin omhoog en de andere zijn spin naar beneden. Dus een elektron is een beetje zoals een tol die om zijn eigen as draait. De een draait met de klok mee en die andere van die twee draait tegen de klok in. Dit zou absoluut niet kunnen. Onmogelijk. Geen enkel experiment laat zien dat dit kan in de kwantumwereld. Zo zitten de eerste 2 elektronen in ons atoom. De kwantummechanica zegt, en experimenten bewijzen dat dat waar is, als we nog een 3e elektron toe willen voegen, moet een grote sprong in energie gemaakt worden. De eerste plek waar dat 3e elektron kan gaan, is zo hoog in energie. Dit is belangrijk voor dit college, dat wij in onze hoofd hebben een model waar de energie van elektronen in atomen niet een willekeurig uitgesmeerd iets is, maar komt met bepaalde waardes. Dit waarde, dit waarde, dit waarde en niets ertussen. Dat is een belangrijke encodering van kwantummechanica in de atoom. En dat gaan wij terugvinden in het gedrag van echte materialen. Van gedrag van dit soort stoffen hier. En de soort stoffen die de hele boel spannend maken in ons gadget. Het is simpel soms niet te denken over elektronen, simpel te denken over iets die wij iedere dag zien en kennen. Auto's. Kunnen wij de elektronen als auto's voorstellen? En dit zijn onze parkeerplekken voor de auto's. Het is een parkeergarage.
De eerste verdieping van onze parkeergarage is best klein. Er passen maar 2 auto's in. De eerste auto moet met zijn koplampen naar voren. En de tweede auto moet met zijn kont naar voren ingaan. Ze mogen niet allebei met koplampen naar de muur. Dat mag niet in de regels van Quantum Parkeerplaatsland. Zo, de tweede auto moet omdraaien en achterstevoren in parkeren. De derde auto komt binnen en ziet dat de eerste verdieping van de parkeergarage vol is. Dat gebeurt ons allemaal af en toe. Nee, volgende keer denkt u natuurlijk aan kwantummechanica. Dan moet u hoger rijden, bijvoorbeeld naar de eerste verdieping. Daar kunnen weer 2 auto's geparkeerd worden. Toevalligerwijs op de derde verdieping mogen 6. Dat is hoe de kwantummechanica dingen voorstelt. Zo, 1 atoom is een stukje beton, een parkeervlak, waar 2 auto's op passen. De een 1 kant uitwijzen en de andere kant uitwijzen. En de volgende parkeerplek, die een stukje beton is, is 1 verdieping hoger. Daartussen kan niet. Zo, de idee van een model in onze hoofd voor materialen als parkeergarages. En als een aparte vraag, hoeveel auto's zitten in? Zo zit het met atomen. Energieniveaus voor elektronen. En als tweede vraag, hoeveel elektronen zijn er eigenlijk die een parkeerplek moeten krijgen? Oké. Zo, nu gaan wij langzaam stappen van de wereld van 1 atoom naar een materiaal. Nou, een materiaal heeft heel veel atomen in. Maar wij beginnen altijd klein in de natuurkunde om het simpel te houden in een college. Hier begin ik een materiaal te maken door 2 atomen dichter bij elkaar te brengen. Als ze zo ver uit elkaar zijn, weten ze niet dat de andere daar is. We hebben gewoon 2 keer de oplossing voor onze formules voor 1 atoom. Als ik ze dichter bij elkaar breng, dan beginnen de buitenkant van de atomen, en dat zijn wolken elektronen, niet zo bepaalde banen als hier, maar wolken van eigenlijk wat wij noemen waarschijnlijkheid van vinden van een elektron daar, die beginnen met elkaar te wisselwerken. Dat is onze keurig natuurkundig woord daarvoor. Ze hebben last of profijt van elkaar. En dat verandert de situatie iets. Zo, wat je eigenlijk krijgt, is een soort wegennet voor elektronen. Atomen zijn zoals parkeergarages. En als je heel veel van die parkeervlakken naast elkaar zet, dan begin je eigenlijk een soort weg te krijgen. Onze snelwegen zijn ook gemaakt van platen beton die naast elkaar zitten. Zo. Omdat dit terugkomt, ga ik deze beeldspraak voor atomen even uitleggen. Hier heb ik maar 2 van deze soort niveaus genomen. Nee, deze even weg. De scherm is beter te zien. En hier weer is de energie verticaal, mijn laagste parkeerplek. Kan 2 elektronen nemen. Als ik een derde elektron in wil doen, derde auto in dit parkeergarage, moet die omhoog. Okay. Dus het is 1 parkeervlak. En nu stellen we voor dat wij niet 1 atoom hebben, of niet 2 atomen, maar bijvoorbeeld 8 atomen. We beginnen bescheiden, richting een hele groot kristal. Kijken of dat hier plek kan vinden. Oeps. Iets naar achter. Zo, hier heb ik een soort parkeervoorrichting gemaakt van 8 atomen. Zo, het is 8 van deze dingen naast elkaar. Nou, voor ik ga uitleggen precies wat dit betekent, is het belangrijk te weten dat als je een echte materiaal wil maken, maakt het wel uit welke atomen je neemt. De blauwe bijvoorbeeld. Of een andere soort atomen, rood. Maar de studenten die heel wakker kijken in dit college, die zien ook een ander verschil. De patroon waarmee de atomen in het materiaal ingepakt zijn. Dit is een vierkante patroon, dit is een driehoekspatroon. Dat maakt heel veel uit voor hoe de wegennet in zo'n materiaal uitziet voor de elektronen. Eigenlijk een van de diepste stukken college die ik geef als ik kwantummechanica doe voor materiaalmensen. De verschil tussen die 2 kan een enorm verschil zijn in de eigenschappen. Daar kom ik op terug. Zo, welke soort atoom,
dat bepaalt hoeveel elektronen in je parkeergarage moet. Of op je wegennet proberen te rijden. Zo, dit is een wegennetsysteem voor een koperdraad. Hier hebben wij koperatomen genomen. En die brengen een bepaald aantal elektronen mee. En die moeten volgens de regels van de kwantummechanica de aanwezige parkeervakken, die allemaal naast elkaar zitten en dus eigenlijk één weg en de tweede weg vormen. En nu gaan wij een simpel experiment doen. Als we een koper draad nemen en wij een batterijtje op vastpinnen met draden, zetten wij een spanning op. Niet de spanning van een trillende boek, maar een voltage. En dat kunnen wij in dit ook doen door gewoon simpelweg onze wegennet te kantelen. Een stroom. Geen verrassing voor jullie dat als ik een koperdraad neem en een voeding aan vastsluit, dat de stroom doorheen gaat. Maar eigenlijk zit best diepe kwantumfysica erachter dat de wegennet precies zo uitziet en de aantal voertuigen precies zo is, dat als wij een spanning aanzet, moet de stroom lopen. Zo, de auto-equivalent van een stroom die loopt, is het verkeer doorrijdt aan onze snelweg. En dat is wat gebeurt in een metaal. Zo, dat is de kwantumfysica, mensen, van een metaal. Nou, neem ik geen koper voor mijn draad. Ik neem bijvoorbeeld heel zuivere silicium. Of kunststof bijvoorbeeld. De wegennet verandert best weinig. In de details wel, maar we hebben nog steeds twee wegen. Maar het aantal elektronen verandert in een heel bepaald en belangrijke manier. Wie durft te wagen een voorspelling? Wat gaat gebeuren als ik hier een spanningsbron opzet en probeer een stroom te krijgen? Glijdt niet. Mee eens de rest van de mensen? Nou, nu moeten we het experiment doen. Spannend, hè? Het glijdt niet. De kwantumfysica van een isolator. Maakt niks uit hoeveel spanning ik opleg. Er loopt geen stroom. Er zijn geen ladingsdragers om de stroom mee te nemen. En dat is heel goed zo. Ik heb hier een draad van een collega zijn lab. Florian, bedankt voor de draad. Sorry dat je opstelling niet werkt. Florian zet een stroom van 300 ampère door dit draad, als ik het niet van hem gestolen heb. Maar toch kan ik de buitenkant vasthouden zonder dat ik doodga. Ik ben blij dat de isolatoren zijn. Maar als ik de stroom door mijn huis zou laten gaan, ben ik blij dat de metalen zijn. Die zijn twee heel belangrijke typen materialen. En nu hebben wij samen over gehad dat het eigenlijk best diepe kwantumfysica is. De verschil tussen de buitenkant van de draad en de binnenkant van de draad. Zo, wij hebben nu twee klassen materialen. Isolatoren, die zijn altijd uit. Als je het wil, als stroom loopt, wel of niet. En metalen, die zijn altijd aan. Nuttig voor je stroomdraden, maar nog niet genoeg om een tweet te versturen. Daar moeten wij wat iets maken, wat anders maken. Iets die precies tussenin zit. En wat tussenin een geleider en een isolator zit, heeft de naam half geleider. En silicium is het beste voorbeeld daarvan. Wat doen de slimme vrouwen en mannen van Intel? Ze maken heel zuivere silicium. En bij heel zuiver moet je denken aan een Olympische zwembad met water met een halve theelepel van iets vies erin. Bijvoorbeeld de buurvrouw haar zoon heeft in een zwembad geplast. Dat doen mijn kinderen natuurlijk niet. Zo zuiver beginnen ze. Dan voegen ze eigenlijk twee borrelglazen op een Olympisch zwembad toe van iets anders. En dat heet doping. En doping is heel belangrijk voor de werken van dit. En dit mag bij ons in de halfgeleide fysica. Zo, hier is een gedoopt atoom. Een rode zit bij de gele. En dat extra atoom, die anders is, andere karakter heeft,
die verandert mijn wegennet. Die brengt een extra vakje mee. Dus de identiteit van de atomen was heel belangrijk, vertelde ik u. En die brengt extra elektron mee. Nou, in dit toestand, mijn halfgeleide gaat geen stroom leiden. Dit is uit. Maar wat dit kan doen, dat een isolator niet kan doen, is van een kleine knopje van buitenaf kunnen we dit laten gebeuren. En nu weet u wat gaat gebeuren als ik de spanning opzet. Aan. Zoals wij dit out-toestand een 0 toeschrijven en dit aan-toestand een 1, dan beginnen wij te beseffen dat er zit in de siliciumchip van uw mobieltelefoon 1 miljarde van deze kleine kraantjes die de stroom wel aan of uit kan doen. Aan of uit. Dat kan je met deze stoffen niet doen. Die zitten of altijd aan of altijd uit. Zo, de halfgeleide zit precies ertussenin. Zo, je hebt 1 miljard van die kraantjes in je mobieltje en die schakel aan en uit 1 miljard keer per seconde en daarmee kunnen we rekenen. Dat is een computerchip. En die berust op kwantumeigenschappen van kristallen, van materialen, met name van silicium, een halfgeleide. Zo, wat is de toekomst? Ja, ik heb nog best een grote oude mobieltelefoon. Ik ken iemand die zo'n mooi horlogetelefoon heeft op zijn pols. Ik denk de volgende stap is misschien het zit in je arm. Dan laat je mobiel nergens achter meer. En bijvoorbeeld als de batterij dreigt leeg te raken, dan eet je een broodje pindakaas. En laat die zich op. Zo, wij hebben allemaal kwantum in onze broekzak. En het komt uit de gedrag van de elektronen op de wegennet van onze stoffen. Zonder kwantummechanica, geen Twitter, misschien vinden we dat niet erg. Überhaupt geen communicatie met onze gadgets. In de volgende college wil ik achtergaan of wij kwantumkrachten kunnen gebruiken om dingen te laten leviteren. Dank u wel.